deze video laat ik je knopig helmkruid zien. Dit is knopig helmkruid. Knopig helmkruid is eigenlijk een plant die niet zo heel erg opvalt, omdat de bloemetjes niet zo opvallen. De bloemetjes zijn namelijk voornamelijk groen en hebben een beetje een roodbruine binnenzijde. Je zou kunnen denken dat het misschien een lid is van de lipbloemenfamilie, omdat het een aantal kenmerken van deze familie heeft. Maar het is, zoals het al zegt, helmkruid, een lid van de helmkruidfamilie. En als je dan naar de bloemetjes kijkt, dan zie je eigenlijk dat de bloemetjes alleen een duidelijke bovenlip hebben. En deze is ook een beetje roodbruin gekleurd. Dan hebben de bloemen 4 meeldraden. En dan hebben de bloemen ook 5 kelkbladen, maar die zijn zodanig samengegroeid dat het eigenlijk niet meer is te onderscheiden. Dat geldt ook voor de kroonbladen. In principe zijn het 5 vergroeide kroonbladen, maar ook dat is nauwelijks nog te onderscheiden aan de bloemen. Dan staan de bloemetjes zoals je ziet in een pluim en niet zoals bij de meeste leden van de lipbloemfamilie in een krans rondom de vierkante stengel. Dat is ook bij de helmkruidfamilie. De plant heeft een vierkante stengel. Enigszins een beetje geribbeld en het blad staat kruisgewijs tegenoverstaand aan de stengel. Dan hebben de bladeren zeer korte bladsteel en het blad is wat ovaal van vorm en heeft een gezaagde bladrand en meestal een puntig uiteinde. Dan na de bloei ontstaan de doosvruchten met de kleine zaadjes.